De judo-wedstrijdgroep onder 18 is buiten aan het trainen. Maar binnen bij sportschool Theo Meijer is het stil en leeg. Theo heeft samen met 200.000 anderen een petitie getekend om sporten aan te merken als essentiële dienstverlening. Hij hoopt dat hij snel weer open kan. Ik betwijfel of het nut heeft wat we ermee beogen of willen behalen. Maar het moet gewoon duidelijk zijn dat sport een essentiële factor moet zijn in het dagelijkse bestaan. Ook onderzoeker en topsporter Linda Ooms vindt dat er meer mogelijkheden moeten zijn om te sporten. Zeker omdat een ongezonde leefstijl het risico verhoogt op ernstige coronaklachten. Te weinig bewegen, ongezond eten, roken, veel alcohol drinken. Dus door deze lockdowns maken we eigenlijk mensen ongezonder en minder weerbaar, in het algemeen, maar ook tegen corona. Want sporten is niet alleen goed voor het lichaam. Maar ook voor je mentale en sociale gezondheid. En eigenlijk hebben alle lockdowns ervoor gezorgd dat mensen op al deze vlakken het slechter zijn gaan doen. Terwijl sport en bewegen juist het middel is om dat weer te verbeteren. Volgens deze sportfanaten kunnen online lessen niet op tegen een workout of training op locatie. En juist als je met een maatje kunt gaan sporten bij de sportschool of als je in de groep bij de sportclub bijvoorbeeld gaat voetballen, dan heb je die stok achter de deur om toch te gaan sporten en bewegen. En dan moet je ook in de sportieve sector terechtkomen waarin de trainers zijn, waarin de mede lotgenoten zijn die ook dezelfde keuze gemaakt hebben om te gaan sporten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Theo denkt dat de sportschool veilig open kan. Je hebt juist ventilatie, heel veel luchtverversing. Looproutes kan je maken. Je kan de mensen gewoon met een mondkapje binnen laten komen. Op het moment dat dat geëist wordt. En de afstand waarin de mensen sporten is ook oké. En niet te veel mensen in de ruimte. Dan is het gewoon een veilige situatie.